Hey Kers, ik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode op de Ik Ben Je Craft Server. En jullie zien het misschien aan mijn skin, maar ik neem dit op 1 april. En ja, jullie weten misschien wel dat Mojang een prank heeft gemaakt voor 1 april. Een 1 april grap. En ik ben er persoonlijk niet zo heel blij mee. Dat het gedoe met die skin, dat maakt mij echt helemaal niks uit. Maar luister even naar het geluid. Ja, dat is... Ja, het is een resource pack van Element Animation van een YouTube kanaal, geloof ik. Ze maken wel hele goede animaties, maar dit vind ik... Ja, het is natuurlijk wel een 1 april grap, maar ik vind het een beetje vervelend voor de video, zeg maar. En dit hele watergedoe, het is een beetje vervelend, vind ik. Maar ik zie ook iets van Niels. Beetje vreemd. Geniet van je wiet. Oké, okay. Dus ja, we hebben een cadeautje van Niels gekregen. Ik weet niet zeker waarom hij... Doet waarschijnlijk gewoon, geeft ons gewoon random weed en ja. Ik heb op dit moment niet echt weed nodig, maar dan hebben we dat. En dat is natuurlijk wel handig. Deze episode, ik weet niet zeker of we verder gaan aan de opslagkamer. Ik wil in ieder geval, niet echt wat doen aan de mob arena. Nou ja, ik wil zeg maar de dispensers maken waar je armor kan halen voor het gevecht. En als we dat eenmaal hebben, dan... Oh ja, er is ook nog een ander klein dingetje wat ik wil doen. Als we dat eenmaal hebben, dan... Hoeven ik ga nu zeggen alleen nog, maar dat is alsnog best wel veel werk, denk ik. Dan moeten we het eiland nog afmaken. Meer het eiland uitbreiden en meer huisjes bouwen en zo. Want ja, ik wil natuurlijk na al deze tijd ook wel weer een keer, gewoon in de arena spelen, zeg maar. Dat is natuurlijk wel fijn als je er zo aan hebt gewerkt en dat je dan eindelijk kan spelen. Oh ja, ik was vergeten dat ik helemaal geen hout meer had. Weet je wat, laten we wat hardened clay meenemen. Ik heb hier ook rode, geloof ik. Nou, weet je wat? Ik ga geen rood geblauwen. Ik ga geen rood gebruiken. Ik ga blauw gebruiken. Laat ik even wat meer lepjes. Ah, wacht. Dat hebben we vast niet nodig. We kunnen ook lichtblauw maken. Maar ik ga waarschijnlijk blauwe Saint Clay gebruiken. Voor een beetje voor het design van die armor dispensers. En er komt een heleboel armor in. Misschien ga ik er zelfs wat diamond armor in doen. Want jullie weten allemaal vast wel dat dispensers random zijn. We gaan wel wat redstone nodig hebben. Jullie weten allemaal dat de dispensers random zijn. Dus er is een beetje een random kans van wat je krijgt. Oké, we gaan dus bows nodig hebben om dispensers te craften. Ik heb niet echt veel string. Ik heb denk ik niet genoeg string. Even kijken. Nee, ik heb hier nog een bow. Maar ik geloof niet dat je met een kapotte bow een dispenser kan maken. En... Nee, oké, dat kan niet. En je kan dus, ik zeg maar wat, 8 dispenserhokjes maken voor 2 teams van 4 bijvoorbeeld. Want we gaan iets met teams doen en dat zal ik later nog gaan uitleggen. Deze episode waarschijnlijk wel. Je kan natuurlijk een heleboel van die dispenserhokjes hebben, maar dat... Ik heb op dit moment heel weinig string, dus op dit moment ga ik dat niet doen. Denk ook niet dat ik dat eigenlijk ooit ga doen, want je kan natuurlijk gewoon om de beurt in dat hokje gaan. En dan maken we er denk ik wel 2, want het kan natuurlijk zijn dat we dit ooit met heel veel mensen spelen. Ik weet niet zeker of dat ooit gaat gebeuren, want het is altijd heel moeilijk om veel mensen bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld voor Survival PvP moeten we ook altijd 8, hoeveel was het de laatste keer? 9? 9 mensen bij elkaar krijgen en ja, dat is zo lastig. Ik weet niet of jullie het ooit hebben geprobeerd, maar... Ja, 9 mensen op de middelbare school die veel andere dingen te doen hebben. Dan ja, is het heel moeilijk om een paar mensen bij elkaar te krijgen. Dus we gaan waarschijnlijk nooit echt met superveel mensen spelen. Dus daarom denk ik ook niet dat het echt nodig is om veel van die hokjes te maken. Ik heb boven nog wel wat bows. Maar die wil ik natuurlijk ook aan de mensen geven. Dat mensen die kunnen gebruiken in de arena. Dus ik ga nu waarschijnlijk... Ik heb een looting soort nodig. Hier heb ik geen looting. Is mijn looting soort hier? Dat is waarschijnlijk boven. Dus ik heb een looting soort nodig. En dan ga ik gewoon waarschijnlijk even naar het messenbouwen. Want ik weet dat het daar echt niet verlicht is. En het zijn natuurlijk... Ik ben op de surf. Ik weet niet precies wat iedereen doet. En waar iedereen heeft mensen hebben geëxplored. Dus misschien... In sommige plekken al verlicht, weet je wel. Dus dan ga ik gewoon naar het messenbouwen, want dat is een grote... Nou, het heeft natuurlijk wel berg en zo, maar geen... even kijken, geen bomen en zo. Nou ja, tenzij je in zo'n sub-biome bent, zeg maar, dat het een... dan heb je... Ja, je hebt geloof ik ook wel een...
soort van aparte versie van het mastermind, dat je dat je wel bomen hebt, maar dat is niet zeg maar overal. Voor een groot deel is het gewoon is het gewoon hardened clay, heuvels van hardened clay, geen bomen in de weg. Dus het lijkt me wel makkelijk om daar te vechten. Oké, hier zitten wat drops in. Oh ja, die drops die daar zitten kan ik eigenlijk naar beneden halen. Oké, hier hebben we nog wat string. Ik weet trouwens niet hoe die string daar komt, want er kunnen hier geen spinnen in spannen. En ik denk nog een chestplate voor het gevecht. Er is trouwens tussen de vorige episode en deze episode echt, geloof ik, helemaal niet AFK gestaan. Dus ja, daarom zijn er zo weinig drops. Ja, even kijken. Ik geloof niet dat er... Oh nee, hier is nog wat string. Dus ik probeer nu een paar beetjes string bij elkaar te scharrelen. Even kijken. Hier hebben we niks. Daar hebben we niks. Oh ja, hier hebben we nog Lees als ik er ben van Gerben. Dat boek is al heel lang. Gerben heeft een soort van opdracht voor ons gemaakt. Maar dat... Ja, jullie zien dat Lees als ik er ben. Dus ik wacht even... Nou, eigenlijk moet ik een keer afspreken dat ik dat even met Gerben ga opnemen. Oh ja, hier hebben we nog wat vuurwerk. Misschien kunnen we daar ook nog wat mee doen. Maar ik geloof niet dat we echt swingen. Oh, kijk, hier hebben we ook nog een paar dingen. Iron chestplates zelfs. Ja, hier hebben we dus boos, maar die wil ik gebruiken voor het gevecht. En dus ja, ik wacht even totdat het nacht is. En nee, weet je wat, ik ga niet wachten. Ik ga naar het mesterbime en dan kan ik meteen wat hardened clay halen. Alsof ik nog niet genoeg hardened clay had. Maar ja, je kan nooit genoeg hebben. Oh ja, ik wou mijn looting sword. Dan gaat het wat sneller. Ja, je kan nooit genoeg hardened clay hebben. Anders kan ik het altijd nog verkopen. Wel voor een hele goedkope prijs, omdat je natuurlijk makkelijk kan krijgen. Ik geloof, ja, hier. Looting sword. En deze gaat even hier. Silk Tarts zoek even hier. En deze boots. Ja, dit is niet echt georganiseerd. Hopelijk kan ik daar ook binnenkort aan toe komen. Ik weet niet of ik daar deze episode aan toe kom. Maar zeg maar, dan kan ik ook de nieuwe opslagkamer, kan ik het daar ook een beetje sorteren. Want anders komen we er nog niet echt heel ver mee. Dus ik ga nu naar het mesobiome. En ja, gewoon wat string halen. Lijkt me een handige plek om te vechten. Oké, we moeten deze kant op. En ja, dan ben ik zo terug. Oké, ik heb nu 22 string. En even kijken, dat zou... Ik denk dat we 8 dispensers gaan nodig hebben. Dus dat is 24. Want ik wil... Je kan natuurlijk ook droppers gebruiken. Maar met dispensers wordt het armor direct op je... direct aangedaan, zeg maar. En je hebt dus 4 armorstukken. En je hebt ook nog een sword en een bow. En oh ja, je hebt ook nog arrows. Maar dat kan ook met een dropper. Met een dispenser zou dat juist echt geen goed idee zijn. Ja. Dus, want... Ja, dus bow en sword kunnen wel met een dropper. Dus dan hebben we 4 droppers. En dan nog eentje voor de arrows. Die kunnen misschien beter in de chest, weet je wel. Want daar wil je veel van pakken. En hier hebben we blijkbaar een oh nee, wacht. Dit is, wow, ik dacht even van, wat is dit? Maar dat is, het ding van Marcel. Ik ben even kwijt hoe die het nou noemde. Nee, ik weet het niet. Dus, oké, nu ga ik weer terug. Ja, ik geloof dus 8 dispensers. Want ik wil dus 2 van die kamertjes maken. 2 keer 4 armenstukken. En dan nog 2 keer 2 droppers voor een bow en sword. Oké, dus dan... Heb ik nu geloof ik net genoeg string. En ik heb ook nog wat hardened clay gehaald. Toen ik hier kwam was het eigenlijk al bijna nacht. Dus niet echt super veel of zo. Wacht. Hier zie ik nog een skeleton met wat armen. En wacht. Nu we de kans hebben moet ik hem ook grijpen. Want ik heb natuurlijk zoveel mogelijk armen nodig voor mijn voor de mob arena. En nee, helaas geen armen gekregen. Maar ja, veel te proberen. Ik geloof dat er misschien ook nog wel wat armen ligt bij de zombie XP farm. Dus daar gaan we nu ook even kijken. Oké, laten we beginnen met wat design. Dus ik heb hier ook een heleboel verschillende items. Deze 2 vond ik nog in een chest. En ik heb hier ook 2 hoes. Die gaan we in de sword dispenser doen. Dus je kan ook een ho krijgen. En dan kan je dus niet zoveel. En ik heb er ook een diamond sword meegenomen. Dus als je echt geluk hebt, krijg je die. En ik heb op dit moment geen stone bricks. En deze cobblestone wil ik eigenlijk gebruiken voor mijn furnaces. Maar ik zal straks nog wel wat gaan minen. Oh nee, wacht, ik heb natuurlijk in die ene chest bij de opslagkamer waarschijnlijk nog een heleboel. Dus daar haal ik het straks dan wel. Ja, want voor de droppers en zo en de dispensers ga ik ook veel nodig hebben. Dus ik heb niet echt een idee voor een design. Ja, en het is hier ook, deze plek, het is een beetje een rommel. Weet je wel, het is niet echt, ja, niet echt met een plan gebouwd. Dus ja,
Ja, ik denk dat ik eerst even wacht totdat ik wat stone bricks heb, want dan kan ik wat stairs craften. Oké, laten we gewoon even wat proberen. Dus ik denk dat het een best goede combinatie is met, ik bedoel stone bricks met die stained clay. Oké, we gaan hier eerst denk ik een randje met stairs. Oké, dat is al fout. Eerst even wat stairs doen. Wauw. En dan af en toe nog iets ertussen. Dus ik doe nu maar even wat. We moeten misschien wat afstand houden. Ja, laten we één blokje. Ja, laten we zo beginnen. En ik wil dus af en toe nog wat klei tussen doen. Dat je niet gewoon een rechte strook stairs hebt, maar dat je wel wat variatie hebt. En we moeten ook even kijken hoe breed die dispensers worden. 3 blokjes breed. En dan nog wat redstone. Dus ik zou zeggen 5 blokjes misschien. Even kijken. Dus het hoeft niet super groot te worden. Maar ik wil nu zeg maar even het platform maken voor die dispensers. Dus je kan hier bijvoorbeeld die 1 hebben. Heb je hier 1 blokje ruimte voor de dispensers aan beide kanten. En 1 blokje voor de bedrading. En dat gaat hier niet lukken. Dus we moeten eigenlijk nog 1 stukje verder. Dat is even fout gegaan. Oké. Zo. En zo ertussen. En dat lijkt me wel goed. Zo. Oké. Ga heel veel eten. Oké, dus dit lijkt me ongeveer wat ik wil. En dit kunnen we misschien nog vervangen door jack-o'-lanterns of zo. Dus dat lijkt me wel oké. Dus ik denk dat we daar alles op kwijt kunnen wat we nodig gaan hebben. Dus we hebben hier wat bluestone clay. Misschien kunnen we daar nog mee doorgaan. Ik denk nog wel een beetje. Of misschien kunnen we hier nog wat opdoen. Ik weet nog niet heel erg goed wat ik ga doen, zeg maar. Ik denk eigenlijk aan glowstone met trapdoors op. Dat lijkt me goed. Heb ik hier ergens heel toevallig glowstone? Ja, een beetje. Oh, wacht. Ik heb hier nog best wel veel. Ja, dat is waar. Oké, ik heb het een tijdje geleden. Ja, eigenlijk een hele tijd geleden heb ik het gehaald. Dus laten we dat proberen met trapdoors. Want dat gaat er denk ik wat beter uitzien dan jack-o'-lanterns. Oké, zo. En dit is natuurlijk een beetje een andere stijl eigenlijk dan de rest hieromheen. Maar ik ga natuurlijk ook niet helemaal bij stone bricks stone bricks maken. Dit past er best wel goed bij. Het gaat wel. Het is natuurlijk een heel andere kleur. Het heet wel blauw, maar het is eigenlijk paars. Maar het is wel oké, denk ik. Hier nog. Kijk, dat is misschien een beetje overdreven veel, maar het is oké. Hoorde ik nu. Ik weet niet zeker wat dat geluid was. Was misschien een mob die viel of zo. We hadden er eigenlijk maar 6 nodig, maar het maakt niet zo heel veel uit. Ik heb wel heel weinig hout, maar komt wel goed. Dus dat lijkt me wel leuk. Laten we het even van deze kant bekijken. Dat is best wel leuk. En dan. Kijken. Ik kijk even hoe ver mijn stone is met smelten. Oké, 1, 2, 3. Laten we voor nu nog even 3 erbij doen. Wauw. Het is best wel vervelend dat het zo vaak fout gaat. En dan gaan we denk ik door met dat randje van bluestone clay. En dan komt hier in het midden weer stone bricks. En dan hier nog dat randje. En dat lijkt me wel goed. Nu ga ik nog wat meer stone bricks pakken. Ik heb hier nog wat meer stone. Ik weet niet zeker hoeveel ik nodig heb voor de dispensers uit mijn hoofd. Maar ik heb beneden nog meer liggen als het nodig is. We hebben er nu 16. Dat is niet superveel. Was dat echt alles? Ik dacht dat ik meer had. Dan gaan we hier in ieder geval deze laag. En misschien komt in het midden nog een ander blokje. Of misschien gewoon zo. Of misschien een soort van zoiets. Nog in het midden een streepje hiervan. Ik heb net wat stone bricks in het water laten vallen. En dat was geen goed idee. Want ik heb er niet zoveel meer van. En dan zou je dus hier een ingang hebben naar een dispenser. Heb ik dit nou wel? Nee. Hier heb je een dispenser en daar. Ik dacht al. Ik dacht dat het een beetje fout ging. Dus daar heb je zeg maar die ingangen. En dan dit er wel oké uitziet. En dan heb je daar nog misschien een pilaar. Dus dan heb je hier misschien nog een ster, zeg maar zo. Ja, dat is misschien wel leuk. Dus ik ga nu even off-camera de dispensers craften. En dan gaan we die op hun plaats zetten. En dan zien we ook een beetje hoe dat eruit ziet. Ik heb de droppers hier neergezet. En ik had per ongeluk
8 droppers gecraft in plaats van 4. Dus dat was niet zo handig. Oké, ik denk dat we hier stairs gaan doen. Daar dan ook weer. Je ziet een beetje wat van die dispensers, maar dat maakt het alleen maar makkelijker om bij te vullen. Ja, dan kunnen we zoiets doen. Misschien hier Blue Saint Kleder achter. Oké. Zo. En ik geloof dat het dan wel. Ja, de redstone. Ik weet niet precies. Ik weet niet meer precies hoe die gaat. Wat het handigst is bij zo'n ding als dit. Maar ja, ik wil je alleen even een heel klein update geven over hoe dit eruit ziet. En dit is eigenlijk helemaal niet zo handig. Misschien moeten we daar een brugje over maken of zo. Dat je hier wat makkelijker kan komen. Oké, ik heb ze nu bijna allemaal neergezet. En hier hadden we iets aan het design moeten veranderen. Maar maakt niet al te veel uit. Daar hadden we eerst de stone brick. Ik was even vergeten dat daar die dispensers natuurlijk moesten. En waarschijnlijk gaan we dan hier een pressplate hebben. En ik heb geloof ik echt geen hout meer. Dus ik doe even heel snel dit. En ik heb Silk Touch op mijn axe. Dus ik krijg daar de leaf blocks van. Oké, en we gaan er natuurlijk 2 nodig hebben. Oeps, dat was niet de bedoeling. Oké, dus we doen dat. En dan gaat de redstone nog een beetje op de een of andere manier naar de andere dispensers. Dus dit powert de onderste 3. Ja, dus hier sword en bow. En daar heb je het armor. Ja, de dispensers armor. En in de dropper sword en bow. Dus ik ga nu even de redstone doen. Is niet super interessant of zo. Gewoon heel erg simpel. En we zitten hier net. Nou ja, ik weet niet zeker of het echt uit zou maken. Maar misschien als we een blokje lager zaten, hadden we weer problemen met het water en de redstone. Maar dat zou misschien niet heel erg uitmaken. Maar dit was meer een beetje voor het design. Dat we een blokje omhoog zijn gegaan. Oké, dit lijkt me wel ongeveer goed. Ik geloof dat we zo allemaal power krijgen. Oh ja, behalve deze natuurlijk, hè. Oh, wacht, ik geloof. Ja, oké, dat kan makkelijk. Ja, we doen gewoon even dat. Ik geloof dat dan ook nodig is, toch? Ja. Is er niet. Ah ja, we kunnen natuurlijk hier ook weer een blokje op doen. Nou, ik weet zeker hoeveel dat uitmaakt voor het design. Daar maak ik me een beetje zorgen over. Maar dat is dus. Ja, dat is dus de redstone. Gewoon heel simpel. Ik ga nog wel even testen voor de zekerheid. Want er kan altijd iets zijn wat je vergeet. Oké, dus we doen even 1 redstone. 1 redstone in elke dispenser. Oké, en het gaat. En het is natuurlijk redstone dus. Dus het gaat geen effect hebben op of het uit een dropper of uit een dispenser komt. Dus dat maakt niet uit. Dus je krijgt als het goed is weer 37. Ja, oké, dus dat werkte. Dus ja, dat is de redstone. Die ga ik nu ook even bij de andere doen. Oh, en deze stukjes zijn dan natuurlijk niet nodig. Oké, ze zijn nu eigenlijk zo goed als klaar. Ze werken. Nu moeten alleen nog wel spullen in. En moet het design ook nog wel een beetje afmaken. Dus ik ga nu gewoon bij een van de. Ik ga wel even bij deze. Nee, bij deze. Die is iets dichterbij. Ik ga de dispensers even vullen. En dan kunnen we even kijken wat voor combinaties we kunnen krijgen. Oké, ik heb deze nu helemaal gevuld. Ik heb ook nog wat toegevoegd. En dat zijn de teams, zeg maar. Ik ga nu ook even uitleggen wat ik precies met die teams wil gaan doen. Zeg maar, je hebt hier in dit geval heb je 2 teams. Rood en blauw. Oh, wacht, deze zitten in de verkeerde. Ja, rood en blauw. Dat kan je zien aan de letterheads. Dus bij de letterheads heb je geen random kans. Je hebt gewoon altijd letterhead. Zodat je de kleur kan zien. En misschien kunnen we het wel nog een beetje random maken door een challenge toe te voegen. Dat komt later allemaal wel. En dus wat ik wil gaan doen met die 2 teams. Jullie weten. Dat ik het zo ga doen dat ik daarboven ga staan. En als ik daar even boven sta, dan spawnen er heel erg veel mobs. En dus een deel van die mobs pakt een pumpkin op. En de mobs die geen pumpkin oppakken, die spannen. En dat is heel erg handig voor wat ik hier wil doen. Want ik wil alleen mobs met pumpkins in het veld hebben, zeg maar. En het doel is dan een beetje om als je een mob vermoordt, dat je dan die pumpkin oppakt. En dan welk team aan het eind van het spel de meeste pumpkins heeft, die wint. Dus dat leek me wel iets leuks om even toe te voegen. Oké, dus dan heb ik dat ook weer uitgelegd. En we gaan. Ik ga straks nog een klein dingetje maken met wat rood en blauwe wol. Ergens hier, denk ik. En dan zijn het dan 2 chests waar je die pumpkins na afloop in kan doen. Zodat je ze op 1 centrale plek hebt waar je de hoeveelheden kan vergelijken. Dus. Oké, deze dispensers heb ik gevuld. Ik had niet voor alles genoeg. Nou ja, ik heb vast wel ergens in chest meer boots. Maar het is voor dit voorbeeld ook niet super belangrijk. Oh ja, ik moet mijn eigen armor natuurlijk wel afdoen. Dan zie ik dat ik een villager ben. Het is heel vreemd, want die villager
texture is zeg maar, die, ja, skin moet ik eigenlijk zeggen. Die villager skin is op het player model geplaatst. Dus ze hebben dan niet zo'n lang hoofd en ook geen... Ze hebben ook niet echt een 3D neus, hè? Of wel? Ik geloof het niet echt. Nou, het is een beetje moeilijk te zien. Oké, maar dit ga ik even hier doen. Ja, ik pak even wel mijn potato's. Dus laten we nu kijken wat voor random combinatie het kan worden. Het kan dus echt variëren van een diamond sword tot een stone hoe, waar je helemaal niks aan hebt in dit geval. Oké, dus daar gaan we dan. En, oké, best wel slecht. Woede soort, nou wel power 2 bow. En dan, we hebben hier waarschijnlijk ergens gewoon, we hebben hier denk ik twee chests op deze dingen met arrows. Dat lijkt me het handigst. Oké, dus ik ga ze weer even terug doen. Kijk, hier zit de helmet. En die is steeds hetzelfde. Dat is dus wel een beetje saai. In ieder geval is dat, ja, in ieder geval nu nog een beetje saai. Dus laten we het nog even een keertje proberen. En... alweer best wel... Nou, Protection 3. Dat neem ik terug. Dat is heel goed. Hier Fire Protection 1, Verdervalling 3. Verdervalling ga je weinig aan hebben. Tenzij we nog een toren maken of zo. Waar je dan vanaf kan springen. Oké, dus dit is best wel mooi. Alleen hebben we weer een woedensoort en een slechtere bodem. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Oké, laten we het nog maar een keertje proberen. Ik vind het best leuk om even te kijken wat voor combinaties we kunnen krijgen. Oké. Zo. En deze hier. Oké, nog een keer. En ja, even kijken. Een Breaking 3, niet echt geweldig. En weer dezelfde boots. Golden Lengths is... Oh, en we hebben wel een Stone Hoe. Dus als we dit zouden krijgen, zouden we heel weinig kunnen. Maar ik wil de kans op een Stone Hoe wel wat verlagen. Want het is natuurlijk wel heel sneu. Ten eerste gaan we dit helemaal vol stoppen met swords. En misschien als het een beetje lukt, misschien ook nog wel... hoppers toevoegen op de een of andere manier, ook al denk ik niet dat dat echt gaat werken, want we hebben nu te weinig ruimte ertussen. Dus dat is een beetje stom eigenlijk, dus dan moeten we het steeds met de hand bijvullen, maar dat zal niet al te veel uitmaken. Het is ook, kijk, je hebt hier 18 swords, uiteindelijk ook 18 leggings, 18 chestplates en zo, 18 boots, weet je wel, je hebt van alles 18, weet je wel, voor de twee teams. 9 per team. Zeg maar 18 spelers. Zoveel mensen zijn er niet eens op de Minecraft server. Dus het zou niet, zeg maar... Het zou alleen tussen de potjes door nodig zijn om bij te vullen, zeg maar. En het is ook een beetje de vraag wat er gebeurt als je doodgaat. Ik zou denken... probeer je spullen op te pakken. En als het niet lukt, terug in de dispenser. In het dispenserhokje gaan. Het lijkt me handig. Dus uiteindelijk gaan we dit helemaal vol met swords. En maar 1 ho. Dus 1 op de 9 kansen. En nu heb je 2 op de 8. Oftewel 1 op de 4. Dus dat is best wel een grote kans. Dus ja. En je hebt ook nog het diamond sword natuurlijk. Ja, weet je wat. Die helmet kan ik wel gewoon even ophouden voor nu. Want ja, het maakt niet uit. Want je krijgt toch steeds hetzelfde. Oké, laten we nog even één keer proberen. Oh, wacht. Oh ja, dat is die helmet. Ik dacht dat ik nog armen op had. Oké, daar gaan we. En... oh, weer een woede soort. Ik wou diamond soort. Maar, kijk. Ja, fire protection is niks voor dit. Protection 1, dat is best wel goed. En je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat de durability van deze dingen heel erg laag is. Dus het gaat misschien midden in het gevecht kapot. En misschien willen we nog... misschien willen we alles nog repareren of zo. Maar het kost misschien wel veel tijd. Oké, dus hier hebben we nog arrows. Ik ga nog even... we moeten misschien nog wat aan het designen voor die... zeg maar voor die puntentelling. Dat wordt niet echt iets speciaals of zo. Het zijn eigenlijk gewoon twee chests. Dan heb ik eigenlijk wel wol nodig. En die heb ik niet. Dus ik ga denk ik even naar de schapenvorm bij de span. En dan maak ik even rode en blauwe wol. Want ik kan wel mijn steenklee doen. Maar dit is nou niet echt blauw, weet je wel. En dat rode is ook niet echt heel erg fel rood. Dus hopelijk kan ik daar hier ergens nog een plaatsje vinden. Het past nou niet echt, zeg maar. Het is hier twee breed en dan is het weer niet symmetrisch. Maar misschien kunnen we het hier doen. Of hiervoor of zo. En dan kunnen we hier nog twee chests met arrows hebben. Want dat kan je ook met dispensers doen. Maar dat lijkt me gewoon heel erg overbodig. Je kan beter gewoon een stack uit een chest pakken. Dat gaat ook veel sneller. Minder redstone nodig en veroorzaakt minder lag. Ja, en het is gewoon simpeler dus. Dus dat komt er nog. En dan spreken we gewoon af dat iedereen één stack pakt. Dat is waarschijnlijk wel genoeg. En
niet dat ze in één keer op zijn dan. Want we hebben wel beneden eigenlijk... Nou, weet je wat? We hebben beneden heel veel arrows. Dus dat komt denk ik wel goed eigenlijk. Dus zelfs als iemand 4 stacks pakt of zo, lukt het nog wel. Oké, dus ik ga nu wat wol halen bij de spawn. En ja, dan kunnen we weer verder. Ik ben even wat wol aan het halen. En ik heb één geluid gevonden wat ze niet hebben vervangen. Kijk, ik zal het wel even wat harder zetten. Oh, nee. Wauw. Oké, ik weet... Ja. Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Ja, het... Het sheergeluid is blijkbaar... Hebben ze blijkbaar niet aangepast. Dus ik haal even wat wol bij de spawn. En we kunnen het zelfs nog wel kleuren geven. Ik heb vast ergens nog wel bloemen. Maar anders gebruik ik even wat boomiel. En terwijl ik even wegloop... Ik ben mijn ender pearls vergeten, dus... Ik moet even langzaam. Wil ik even over iets praten. Jullie zien dat ik... Oh, wacht, dat is het verkeerde knopje. Jullie zien bijvoorbeeld nu dat ik alleen online ben. En dat komt best vaak voor. Ik neem ook wel vaak op gekke tijden op. En ik ben vaak ook wel op gekke tijden online. Maar het is gewoon... het is ook gewoon dat de mensen van Ik Minecraft steeds minder online komen. En het is... De motivatie is een beetje weg bij mensen. En de inspiratie. Dus ja, aan het begin van een nieuwe map, weet je wel. Dan is het altijd... Iedereen heeft dan heel erg veel zin in. Heel veel ideeën en zo. En het begin van een Minecraft field is ook heel erg leuk, weet je wel. Want er is altijd wat te doen. Want je moet natuurlijk eerst... Je moet helemaal opnieuw beginnen. Je moet alle spullen eerst krijgen, weet je wel. En aan het begin is het natuurlijk ook wat spannender. Want je hebt nog geen armen en zo. Dus ja, de kans dat je doodgaat is groot en zo. Maakt het misschien spannender en leuker. En op dit moment is het zo... Is het denk ik zo'n beetje van... Ja, iedereen heeft alles al. En dat is een beetje de reden waarom mensen minder online komen. Oh ja, ik heb trouwens wat hout gehaald. Het zit hier ergens in de chest. Ja, hier. En hier had ik zelf ook nog wat. Ja, dus dat is een beetje jammer. Minder mensen komen online. En dat zorgt dan ook weer voor dat ik minder gemotiveerd raak. En ik wil... Kijk, ik ben nu bezig met deze serie en met een leuk project. Dus ik wil echt nog wel doorgaan. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. Dus dat wou ik dus nog heel even zeggen. Dat wel zo is dat mensen wat minder online komen. Dat is dus wel jammer. En dat, ja, ik vind het natuurlijk ook jammer. Dus ik kom dan ook wat vaker online. Kijk, als er andere mensen online waren, dan werd ik misschien gebeld op Skype van... Hey, kom je ook even op de Minecraft server? En dan ging ik wel ook wat meer tussen de episodes doordoen. Maar nu doe ik dat niet echt meer. Omdat ik er dus niet echt meer super erg gemotiveerd voor ben. En neem ik dus niet, ben ik dus niet zo super vaak online alleen voor de episodes. En dat is natuurlijk niet echt super vaak. Ik zeg heel vaak super. Dat is dus wel een beetje jammer. Maar ja, het is gewoon... Het is gewoon... Zo is het gewoon met Minecraft. Voor veel mensen. Voor mij, ik heb dat niet echt. Want ik vind altijd wel iets om te bouwen. En het helpt natuurlijk ook dat ik filmpjes maak. Want ik krijg altijd leuke reacties van jullie. Van wat ik kan gaan doen en zo. Ja, dat helpt ook echt wel met mijn inspiratie. Voor dingen in Minecraft. Voor bouwen en wat voor dingen ik kan gaan doen. Weet je wel. Dat helpt dus ook echt. En ik heb nu ook gewoon dit project. En hier, ik heb er heel veel zin in om deze arena af te maken. En dan hopelijk kan ik dan ook wat mensen optrommelen, zeg maar. Hopelijk willen ze dan wel even online komen om het ook te spelen. Want ja, ik vind het een heel leuk project. Dus iets wat ik nog nooit heb gedaan. Leek me dus wel heel leuk. Oké, maar laten we nu even verder gaan met het systeem. Dus die chests. Ik ga ze... weet je wat? Ik doe ze hier. Dus wat hier. Ja, daar hebben we rood. Dus ik doe even dat. En oké, ik heb nu wel genoeg hout om wat te craften. Dus ik geloof dat we... Even kijken. We gaan eigenlijk 4 chests nodig hebben. Voor de arrows. En daar ga ik waarschijnlijk ook even wat... dat zijn er 3. Ga ik waarschijnlijk ook even wat baked potatoes in doen. Voor als mensen geen of niet genoeg eten bij zich hebben, zeg maar. Oké, en dan... Oeps, dat springen was niet nodig. Oké, en hier gaan dus de pumpkins in. Dus daar hoeven we nu niks in te doen. En daar gaan dan de arrows in. En ik heb er hier niet super veel liggen. Dus die ga ik off camera nog helemaal bijvullen. En ook met potatoes ga ik het hier vullen. Oké, maar dat is al ongeveer alles voor deze episode. Ik hoop dat we in de volgende episode echt wat vooruit gaan kunnen maken aan de arena. En ook even die buis wat hoger kunnen doen. En even kijken wat we daar nou precies mee gaan doen eigenlijk. Dan kunnen we daar weer mee verder. En het eiland wat groter maken, wat meer gebouwtjes maken. En
tussendoor ook nog even EVK staan. En hier kunnen we ook nog het design nog van doen. Ja, maar we zullen wel zien waar we allemaal aan toe komen. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat ik dit project snel afkrijg. Want ik heb heel veel zin om het ook echt te gaan spelen. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.